steeds meer verboden voor Joden bij. Het is om gek van te worden. En gelukkig heeft ze deze, haar viool. Ja, dat wij. Ja, dan dai, dai. Ja, dan dan. Rosa, Rosie, Posie, zie je dan niet wat die man jou probeert uit te leggen? Joodse vioolleraar. Joods meisje mag van de naties geen vioolles meer van haar eigen leraar. Deal? En dan kan ze hem stellen, die ene belangrijke vraag. Mama? We worden gearresteerd, hè? We worden opgepakt. We moeten naar Polen, hè? Naar een kamp. Oy vey, tate, lebe dich stieken. Oy vey, tate, salabai, yabai, Als de familie de Jong gewoon blijft zitten wachten, gaan ze daarmee regelrecht dood tegemoet. Ze moeten iets doen. Maar wat? En dan zijn ze pas veilig, want dan heeft geen Duitser ze ooit herkend. Vind ik een heel goed plan. Dan loopt hij op Rosa toe, grijpt er bij de schouders. Maak dat je wegkomt, zuster. We hebben genoeg Joden voor vandaag. En zo zal ze doorlopen. Helemaal tot in Avignon. Goed, ja, interessant. Het was wel spannend met de muziek. Een beetje ontroerend, ja. Want het is nu eigenlijk voor heel veel mensen niet veel beter. Het is toch wel bijzonder, omdat dan toch even, weet je wel, extra duidelijk komt dat ineens met een klap wel binnen, zeg maar. En dat ze dit verhaal, dat moet je eigenlijk aan iedereen laten horen hoe slecht de oorlog is en dat het dan gelijk moet stoppen. Die soort van gevoelens hadden, die soort van verbonden met de muziekstukken. Maar ik vond het wel een beetje zielig. We vonden het heel treurig, maar wel leuk. Super.